Wij hebben op haar overlijdenskaart geschreven, we kunnen weer aan haar denken zoals ze was. En dat is ook zo. Nu kan ik weer aan haar denken zoals ze was. Paulien, klopt het dat je nog steeds een Groningen vlag in je tuin hebt hangen, in het Gooi? Ja, een heel kleintje. Oh ja? En ik moet altijd nog zien of die goed hangt. Je moet hem op een bepaalde manier hangen, maar hij hangt er, ja. Waarom? Omdat ik nog heel Gronings ben. Het is zo merkwaardig. Ik ben op mijn 18e, 19e uit Groningen weggegaan, maar ik ken hier iedere stoeptegel. Oost-Berlijn, aan het begin van de tweede historische dag. 'S Ochtends al om 6 uur komen duizenden Oost-Duitsers bijeen aan de Bernauer Straße. Hier wordt voor hun oog een droom werkelijkheid. De muur verdwijnt. Het is 7:55, nog 5 minuten. En dan heeft Berlijn er bij de muur een nieuwe grensovergang bij. Al ruim 30 jaar doet ze voor de NOS verslag van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Paulien Broekema. Wildvreemden kussen elkaar. Jij hebt een hele eigen stijl van reportages maken. Hoe zou je die stijl omschrijven? Verhalend. Ik ben ook heel graag een observator. Mijn persconferentie als laatste weggaan. En als laatste het interview hebben. En rondlopen en kijken. En als ik interview doe ik dat bijna nooit meteen. Eerst lange voorgesprek, inlezen. Dat vind ik heel prettig. Net dat eruit halen waarvan je zegt, kijk, dat typeert het. Verpleegkundige Roos haalt het middel om de 2 weken bij de apotheek. In het begin moest Johan ervoor naar het ziekenhuis in Rotterdam. Nu kan het thuis in Nijmegen. Een goed voorbeeld is de reportage die Paulien maakte over een man die leidt aan een progressieve spierziekte. De vergoeding voor zijn dure medicijnen dreigde te verdwijnen. En dan gaat het om dat ene moment. En dat ene moment was in dit geval dat hij een helling oploopt. Toen zei hij ook tegen ons, draai dat moment, film dat moment. Want ik kan dat weer. En dan zie je hem dus lopen, wat moeizaam. En ik keek en ik dacht, is hij nou geëmotioneerd? Ja, hij is geëmotioneerd. Dus daarna interview hem. En dan zeg ik, waarom ben je geëmotioneerd? En dan kan hij dat niet helemaal onder woorden brengen. Omdat het gaat over de essentie. Namelijk, ik had het niet meer gekund als ik dat middel niet zou krijgen. En dat is het. Daar ben ik altijd naar op zoek. Waarom was je zo net geëmotioneerd toen je die helling opkwam? Het is een medicijn waardoor je het kan. Ja. Paulien wordt 60 jaar geleden geboren in de Indische buurt in de stad Groningen. Ze heeft een jonge zusje, Kari. Als Paulien nog klein is, verhuist het gezin naar een flat aan de Maaslaan, 4 hoog. De jeugd aan de Maaslaan was een hele gelukkige tijd. En dan zeggen de kinderen, zeiden ze vroeg, mama, je bent geboren in een pettenflat. Ja, en waarom was die pettenflat zo leuk? Omdat het een hele kleine gemeenschap was in dat portiek. 8 gezinnen. Naast ons woonde bijvoorbeeld Otto de Jong, hoogleraar kerkgeschiedenis. Hij is net overleden, Otto de Jong. En samen met Otto en zijn kinderen en zijn vrouw gingen wij 's ochtends in badjas over die snelweg in aanbouw. Gingen naar het papiermolen. Moet je je voorstellen, zo achter elkaar. De hoogleraar kerkgeschiedenis voorop. En dan kwamen we weer terug. En dan begon de dag. Aan het Martini-kerkhof liggen veel herinneringen van Paulien. Aan haar vader Zwier bijvoorbeeld. Die werkte als ambtenaar op het provinciehuis. En hier werkte je vader? Het provinciehuis. En dan was ik in de stad en dan ging ik even dag zeggen. Oh ja. Zo. Dag.
En zag hij dat ook? Dit herinner ik me nog, zo op je tenen staan. Ja, natuurlijk. Ja. Toch zijn er niet alleen gelukkige herinneringen. Paulien's moeder leidt in stilte aan een oorlogstrauma door de moord op haar lievelingsbroer Pieter. Pieter zit in het verzet. Als de Duitsers daar in 1944 achterkomen, wordt het ouderlijk huis in Bilthoven overvallen en leeggeroofd. Pieter wordt meegenomen en gefusilleerd. Die dood van de jongste broer van mijn moeder, dat heeft haar voor de rest van haar leven getekend. En als ik naar opa en oma ging in het boshuis, een sprookjeshuis in het bos met een heuvel ervoor, dan hing daar altijd oorlog. En er werd altijd gesproken over voor en na de oorlog. En voor de oorlog was het leven goed geweest en na de oorlog was alles anders en werd nooit meer als voor de oorlog. En hoe merkte je dat aan je moeder thuis? Het verdriet dat in haar zat en dat ze zich gestold had en dat ze altijd onderdrukt heeft door heel goed voor ons te zorgen en de moeder te zijn die ze was met allerlei leuke dingen. Dat kwam er op een zeker moment uit. En toen heeft ze Alzheimer gekregen. Soms denk ik wel eens aangejaagd door dat verdriet. En ze heeft heel lang in Innerstijk gelegen. Ze heeft 10 jaar in Innerstijk gelegen. Ze heeft echt tot de laatste periode Alzheimer gehad. En is gestorven. En ik was er eigenlijk, die 10 jaar ben ik er 8 jaar kwijt geweest. Ik ben moeder langzamerhand zien verdwijnen. Na haar moeders overlijden besluit Paulien een boek te schrijven over haar familiegeschiedenis. Ze doet jarenlang onderzoek. Goedemiddag. Dank u. Het boek verschijnt in mei en heet Het Boshuis. Ik heb ook gereconstrueerd hoe die oorlog is gegaan. En wie de mannen zijn geweest die mijn oom hebben verhoord. Gevangen hebben gehouden. En wie de mannen zijn geweest die hem uiteindelijk hebben gefusilleerd. En dan wordt op zo'n manier iets dat als een zware wolk boven een familie hangt, wordt tastbaar. Je kunt het vangen. Je weet hoe iets werkelijk is geweest. En dan kun je een geschiedenis weer omarmen. En dan denk ik, mama had het. Waarom wist je toen niet wat ik nu weet? Maar was haar leven lichter geweest? Waarschijnlijk wel. Maar ja, dit is het verhaal van al haar tijdgenoten. Ik kom het zoveel tegen. Mensen die na de oorlog heel hard zijn gaan werken om het maar te vergeten. En dan komt het ineens, als een vulkanische uitbarsting, komt het naar boven. Wat merkte jij als kind van het verdriet van je moeder? Praten ze er vaak over? 4 mei was een hele rare dag. Op 4 mei ging de vlag halsstok en zaten we voor de televisie. En dacht ik altijd, zag ik die vlag hangen. Ook aan de Maaslaan dacht ik, dat die nou maar weer gewoon vol stoks mag zijn. En dan was je opgelucht als het voorbij was. En ze had een paar verhalen die ze vertelde, maar ze vertelde niet alles. Wat vertelde ze bijvoorbeeld niet? Wat vertelde ze niet? Ze vertelde... ik ben in mijn research voor het Boshuis dingen tegengekomen in de research bij het Nationaal Archief. Ik heb heel veel onderzoek gedaan bij het Nationaal Archief. Dat ik dacht, ach mama, wat is het erg geweest. Wat is het vreselijk geweest. Het leeghalen van het huis. Ik heb heel veel gevonden. Hè. Omdat het in 1944 plaatsvond, kon ik in de dossiers van de daders heel veel vinden. Bijvoorbeeld toen het huis werd leeggehaald, dat een van de mannen, een van de SS'ers die het huis leeghaalde, al heel snel in het nette pak van mijn opa rondliep. Gewoon had hij aangetrokken. Een ander trok de kelder leeg met de voorraad die ze nog hadden. En die liep van een kaasje te eten. De kelder met planken, met glazen potten, met vruchten op sap. Zelfs die hebben ze leeggevroten, zei mijn moeder eens.
ongewoon ruw voor haar doen. Alleen de hoge kast met triomfantelijke houten kuif kregen ze niet weg. Verder werd het hele huis leeggehaald. Mijn moeders rouw om haar gefusilleerde broer en haar gehavende jeugd. Daar ligt de basis voor mijn eeuwig willen weten van de oorlog. En ik weet bijna tot in detail hoe de fusillade is geweest. Dat vertel ik hier nu niet, want ik denk, dan lees het boek. Maar zo alledaags en in zijn alledaagsheid, als een fusillade alledaags kan zijn. Maar zo rauw, zo... Heeft je moeder dat ook geweten? Nee. Ze heeft niks van de daders geweten. Ik ken hun gezichten, ik heb hun foto's gezien bij het NIOD. Ik ken hun achtergrond. Ik weet dat ze kinderen hadden, dat ze een vrouw hadden. Dat ze na de oorlog zeiden dat ze graag tekenden. Want ze weer terug wilden naar hun vrouw in Duitsland of in Nederland. Waarom ben jij dit allemaal gaan uitzoeken? Voelde je dat als een plicht? Ik wilde mijn moeder terug hebben, denk ik. Ik denk dat dat het ook was. Ik was mijn moeder kwijtgeraakt. Ik ben mijn moeder kwijtgeraakt. Zoals veel mensen met iemand in hun omgeving. Een geliefde, een moeder, een vader die Alzheimer heeft. Alzheimer is een vreselijke ziekte. Je raakt iemand langzamerhand kwijt. En je moet je verzetten tegen dat laatste beeld. Je wilt iemand weer terug hebben zoals ze was. Wij hebben op haar overlijdenskaart geschreven, we kunnen weer aan haar denken zoals ze was. En dat is ook zo. Nu kan ik weer aan haar denken zoals ze was. Heb je nog vakantiewerk gedaan, hè? Ja, er werd hier gerestaureerd en alles was nog bedekt met kalk. Ze had een wit kwast eroverheen. En wij kregen een chirurgijnmesje en dan moesten die schilderingen blootgelegd worden. Op die plafond? Joh, heel hoog. Ja, dus dan lagen we dus echt zo op de rug, zal ik het voor je doen? Ja. Nou, kijk, zo. Zo. Op stijgers. Zo, dus echt er bovenin en dan zo met een mesje die kalk losmaken. En als je dus zo'n beeltenis had, kijk, die boompjes, dat was het gewone werk, maar zo'n beeltenis, hè, zo'n figuur, ja. Dan dat was een ontdekking. Ja, dat was geweldig. Paulien komt nog regelmatig in Groningen. Met haar man en drie kinderen heeft ze veel vakanties hier doorgebracht. En het verlangen blijft altijd. Het gebeurt wel eens dat ik op een sombere dag denk, eventjes in de Ebbingenstraat. Even in de Ebbingenstraat lopen en dan zo naar de Grote Markt toe en dan zo de toren zien. Dat gebeurt. Of hoe zou het nu zijn in Uskert? Of hoe zou het nu zijn in Sellingen? Of hoe zou het nu zijn in Grijpskerk? En wat doe je dan als dat soort gevoelens je overspoelen? Edestaal draaien. Hier liggen voor een groot deel mijn roots. Hier ontmoet ik mijn moeder weer. En mijn vader. Maar vooral je moeder. Ja, denk het.